Fancy, de gemeente Nijmegen en Stichting De Vierdaagse is woensdagmiddag om 3 uur op militair Vierdaagse kamp Heumersoord ondertekend. Namens Defensie zette commandant der landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruijf zijn handtekening. Namens de gemeente Nijmegen en Stichting De Vierdaagse zullen respectievelijk burgemeester Hubert Bruls en voorzitter Johan Willemstein hun handtekening zetten. Want daadwerkelijke aandacht zal ongetwijfeld uitgaan naar datgene wat door velen een lange tijd is verwacht. De ondertekening van de raamovereenkomst voor meerdere jaren tussen het ministerie van Defensie aan de ene zijde, de gemeente Nijmegen en de Stichting Vierdaagse aan de andere zijde. Wat is uw eerste reactie? Een heel mooi moment voor mij. Ten eerste omdat we nu langdurig de steun van Defensie vast hebben gezet. En dat de komende jaren ook kunnen blijven doen. En ten tweede, ik ben Gelderlander, dus het is mooi om dit te kunnen blijven doen. Blijf mooi dicht bij huis. Hoe belangrijk is de Vierdaagse voor Defensie? Nou, voor ons is het ontzettend belangrijk. Volgens mij hoorden Vierdaagse en Defensie ook van oudsher bij elkaar. En de ondersteuning van ons is ook belangrijk. Wij dienen Nederland, dat doen we bij operaties. Maar als ze die niet of minder doen, dan kunnen we dat ook hier. Maar het is ook fantastisch om de krijgsmacht te presenteren aan de burgers van Nederland. En last but not least, Vierdaagse heeft ook een beetje te maken met uitdaging en je grenzen overwinnen. En doorgaan waar anderen stoppen en daar vinden we elkaar ook. Allereerst gefeliciteerd natuurlijk met de overeenkomst. Wat betekent het precies voor de gemeente Nijmegen? Het betekent in ieder geval dat ook de komende 5 jaar Defensie hier aanwezig is op Heumensoord. Dat de militairen flink aanwezig zijn in de Vierdaagse. En zeg nou zelf, wat is een Vierdaagse zonder die militairen? Dat is eigenlijk kort en bondig wat het belangrijkste is wat we vandaag wederom hebben vastgelegd. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. In hoeverre is de Vierdaagse uiteindelijk afhankelijk van Defensie? Ik bedoel, stel dat u vooruitdenkt en bezuinigingen mochten in de toekomst zover komen. Wat blijft er dan in uw gedachten over van de Vierdaagse? Nou ja, kijk, die Vierdaagse die blijft in mijn beleving wel bestaan. Als ik kijk naar de deelnemers, we hebben zo'n 5000 militairen in de Vierdaagse. Maar we hebben ook 5000 mensen moeten uitloten. Oftewel, als die mensen van Defensie niet meer zouden meedoen, heb ik er zo 5000 anderen voor. Dus technisch gesproken, kwantitatief gesproken, is dat op zichzelf de uitdaging niet. Maar je bent wel heel erg met je formule, met je imago en met je uitstraling bezig. Waarvan ik vind dat Defensie daar een hele smaakmakende rol in speelt.